Vandaag is het donderdag en het is bloedheet vandaag. Dat kun je misschien wel zien. Ik heb het echt super warm, maar toch sta ik in de keuken. Want als jij dit ziet, is het vrijdag. Vegan Fast Food Friday. Vegan Fast Food Friday is een serie op wateetjedanwel.nl. In die serie neem ik elke keer iets van bekende fastfoodketens of bekende snacks uit de snackbar. En dan maak ik daar een vegan versie van. Zo was er eerst al een vegan bierhap, vegan kaassoufflees, vegan egg McMuffin, vegan Big Mac. Noem maar op. Ik heb al behoorlijk veel gemaakt. Dat is een van de dingen die ik het leukste vind om te doen. Het veganizen, oftewel een vegan versie maken van iets wat dat van oorsprong niet is. En vandaag ga ik iets maken wat van oorsprong vegetarisch is. Onlangs was ik met mijn vriend Fabien bij de McDonald's. Helaas hebben ze geen vegan burgers, ze hebben wel vegetarische burgers. Fabien koos een vegetarische burger en ik pak hem er even bij. De Veggie Homestyle Crispy Chicken. En dat zag er zo goed uit. En hij vond hem ook zo lekker dat ik dacht, oké, die wil ik echt namaken. Maar dan vegan natuurlijk. En wat ga ik vandaag doen? Ja, de burger bestaat uit een burger van Valais. En helaas, de burgers van Valais bevatten allemaal zuivel. Dus die burger, die ga ik vervangen door de Vivera kipsnitzel. Deze is echt heel lekker. Deze hebben wij echt regelmatig. En dan natuurlijk gerijpte cheddar kaas. En daar gebruik ik de Violife cheddar kaas voor. Batavia sla. Nou, dat kan ik echt nergens vinden. Maar wat erop lijkt, is krulsla. En dan rode ui. Nou, dat heb ik in huis. Karamelliseerde uienkompot. Dat ga ik zo maken. En een luxe sesambroodje. En laat dit nou echt precies er zo uitzien als die van de Mac. Deze zijn vrij nieuw van Albert Heijn. En ze kosten volgens mij 1,50 per 4. En verder de pimento saus. Nou, dat moest ik even googlen. En ik heb ook naar de ingrediënten gekeken die op McDonald's.nl staan. En ook wat ik van Fabien terug hoorde. Het is een beetje een paprika-achtige, romige saus. Ik ga deze namaken. Let's go! Ik ga beginnen met de uienkompot te maken. En daarvoor heb je nodig 50 gram plantaardige boter. En dit ga ik als eerste even smelten. En intussen snij ik de uien in dunne ringen. De plantaardige boter is gesmolten. En daar gaan de uienringen bij. En er gaat erbij 5 eetlepels azijn. En een eetlepel bruine suiker. Ik gebruik gewoon donkerbruine bassensuiker. En wat zout. En een beetje peper. En dat roer je goed door. En dat mag dan wel zeker 10 à 15 minuten lekker pruttelen. Zodat de uien helemaal zacht worden en gekaramelliseren. En dan maak ik de pimento saus met mijn favoriete mayonaise Remia Majolijn. En ik doe dat een beetje op de grond. En daar doe ik een klein beetje tomatenpuree bij. En behoorlijk wat paprika poeder. En hier zit een klein beetje water bij. En dat roer je door. En dan ziet het er zo uit. En dan heb ik hier de hamburgerbroodjes. En die heb ik doormidden gesneden. Want ik ga ze kort toasten in de koekenpan. En daarvoor hoef je alleen maar de koekenpan te verhitten. Geen boter of olie nodig. En dan leg je ze ondersteboven met de snijkant naar beneden. Leg je ze in de pan. Dan zijn ze mooi getoast aan de binnenkant. En dan is het nu tijd om de schnitzels te bakken. Ik doe wat olie in de pan. Met een yin-yang zo. Oké, en dan bak ik de schnitzels om en om. Nou, de uien zijn helemaal zacht geworden. En ik vind ze wel prima zo. Die gaan heerlijk op het broodje smaken. Oké, ik ben klaar om nu de burger samen te stellen. Ik heb trouwens ook nog wat rode ui in dunne ringen gesneden, want dat gaat er ook op. Ik begin met de schnitzel op de broodjes te leggen. Daaroverheen gaan de plakjes kaas. Daaroverheen gaat wat sla. Daaroverheen gaan de gekarameliseerde uien. En dan gaat er wat saus overheen. En dan gaan er rode uien overheen. En dat is het. Dan klap ik ze dicht. En daar hebben we hem. De Veggie Homestyle Crispy Chicken. Oké, dit zijn ze dan. Hoe heet die ook alweer? Zo. Veggie Homestyle Chicken van de Mac. Dat denk ik goed.
De ja. homestyle chicken burger. Oké, okay, nou. Wauw. Dat is toen. Zie je echt gewoon het zo uit. Ja. Maar? Ja. Oeh, warm. Inderdaad, wow. Het is al zo warm. Oh, lekker man. Mmm. Mmm. Niet maar? Mmm. Mmm. Oh. Lekker? Ja. Dat is niet normaal. Lijkt hij er ook op? Ja. Echt? Ja. Mmm. Oké, okay, mooi om te horen. Mmm. 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 Oh, wauw. Het is bizar. Een gewaarwording om dit zo te eten hier. Hij is beter dan die burger van de week, hè? Heb je stiekem Mac gehaald? Nee. Ik vind hem zelfs beter dan die van de Mac. Ja? Wauw, oké, okay, thanks. Oh, lekker. Mm, hij is echt heel lekker. En zelfs de saus is lekker. Ja. Mm. Jij bent ook lekker. Kom niet over, hij gaat niet scherp stellen. Dat knip ik er wel uit. Maar, zit ook te genieten hoor. Ik heb hem nooit op, dus ik kan het niet beoordelen. Nee? Nee. Nou ja. Nee. Ja, wel. Hij krijgt van jou een? Dikke 10. Mmm. De ui ook lekker. Nou. Heb je ermee gedaan? Of heb je dat al verteld? Gekarameliseerd. Oh, wow. En ook nog rode ui, crunchy, no real thing. Ik zie dat. Ja. Mmm. Mmm. Hij is goed gekeurd. Mooi. Echt. Door de hamburger, man. Ja, zeg wel wat, hè. Oh, wauw. En natuurlijk Franse frietjes. Ja. Maar die zijn niet zo lekker als de Mac, helaas. Kom uit de oven. Mm. Ik zou het liever bij de Mac eten. Ja, ik ben alleen als ze bij de Mac doen ermee, maar... Ja. Mm. Was dat wel heel erg lekker ook, hoor. Mm. Mm. Nou, wij gaan deze opeten. Bedankt voor het kijken. En wil jij nou ook iets veganized zien voor Vegan Fast Food Friday? Laat het hieronder weten in de comments. En tot de volgende keer. Doeg!